Een heel goede avond. Vandaag beginnen we met Macho Verdriet. Een tweeluik over de dichterschilder Paul Snoek en de gewichtheffer Serge Reding. Snoek deed zich graag voor als macho. De zachtmoedige Reding droeg dat imago tegen wil en dank. En hoewel de artiest en de atleet twee totaal verschillende personages waren, hadden ze een bewogen leven en vooral een raadselachtige dood gemeen. Toen Paul Snoek zich in 1981 te pletten reed, was het onduidelijk of het ging om een ongeval of om zelfmoord. Zijn leven was wel, zoals zijn broer Laurent het zegt, een typisch voorbeeld van veel, snel en heftig. Snoek noemde zichzelf een van de drie grote naoorlogse Vlaamse dichters, samen met Hugues Epernat en Hugo Claus. En voegde eraan toe, en ik ben de grootste. Maar zoals het hoofdpersonage van zijn verhaal, de man in de reus, was hij iemand van wie men vooral het uiterlijk vertoon kende, terwijl het diepste wezen verborgen bleef. Paul Snoek schreef onder meer 18 dichtbundels. Hij schilderde, verkocht goed bij momenten, net zoals hij ook succes had als zakenman. Want de kunstenaar kwam uit een welgestelde familie en bleef tot op het laatst een clochard deluxe. Optredens in de Wies Andersen Show maakten van hem een mediafiguur. Maar ondanks de vele feesten en vrienden raakte hij vereenzaamd. En wij gaan vanavond op zoek naar de man in de reus. Ik weet het, mensen. Die ik heb bemind. Het was een straf mij lief te hebben. Mijn vrouwen heb ik zelf ontvreemd. Mijn kinderen werden verre mensen. En mijn vrienden gingen spoorloos dood. De realiteit voor Snoek was zijn fantasie. Die hoogten en die laagten, dat is onleefbaar. Ik zou me liever in een grote reus verbergen en er helemaal in zitten, dat niemand mij ziet. En dan toch de ballast of van je verantwoordelijkheid dragen. Vader, verhalen uit mijn kinderjaren zijn lang vergeten in een schuif gelegd. Wij hebben aan die tijd vaarwel gezegd. Ofschoon we toen gelukkig waren. Ik ben nu veel te groot geworden om een kind te zijn. Te groot om op uw harde knie te rijden. Paul Snoek wordt geboren als Edmond Schietekat. Zijn vader is eigenaar van de textielfabriek Tissage Schietekat in Sint-Niklaas. Tot zijn achtste is Edmond enig kind. Daarna krijgt hij er een broer en een zusje bij. Ondanks de oorlogsjaren beleeft hij een zorgeloze jeugd en groeit op tot een brave, wat wereldvreemde jongen. Hij was zeer kinetisch, bewegend altijd. En hij kon niet lang hetzelfde blijven. Zo. Maar hij was altijd lief, hij was buitengewoon lief. Op school is hij een middelmatige leerling met een grote belangstelling voor poëzie. Die interesse wordt aangescherpt door zijn leraar Nederlands, Anton van Wilderode. Als adolescent ontdekt hij de experimentele poëzie. Een zekere dag stond hij bij mij aan de deur. En hij had enkele verzen bij. Ik heb die verzen gelezen en vastgesteld dat de toon daarvan nog helemaal lag in de brave traditionalisme van Anton van Wilderode. Ja. Ik zeg dan met Mo, het wordt tijd dat we eens naar de experimentele kijken. Naar de zogenaamde vijftigers. Ik heb hem toen enkele bundels meegegeven. Van Lucibert en van Hans Lodijzen. En een week later dan stond hij terug aan mijn deur. Met vers geschreven versjes. En dat waren allemaal kriknieuwe Lodijzen en Lucibertjes. Wie in die tijd iets wil betekenen, moet behoren tot de vijftigers. Een groep dichters en schilders rond het tijdschrift Tijd en Mens van Jan Walraves, de toenmalige kunstpaus. Tijd en Mens was en is nog steeds het beste tijdschrift, literaire tijdschrift, een literaire artistieke tijdschrift, wat hier ooit is verschenen. Tot die vijftigers behoren onder meer Claus en Boon. Ondanks herhaald aandringen wordt de jonge dichter niet opgenomen bij de vijftigers. Hij sluit dan maar aan bij de tafelronde. Snoek kwam dus net iets te laat om bij de
Vlaamse avant-garde te horen. En hij heeft dat altijd, heeft dat eigenlijk gans zijn leven betreurd. Bij de tafelronde, het tijdschrift van Adriaan de Rover, voelt Schietekat zich niet gelukkig. Hij breekt met zijn mentor, vastbesloten om koste wat kost alleen de top te bereiken. Voortaan gaat hij door het leven als Paul Snoek. Dat is mijn naam. Ik heet Paula Snoek. Hij heeft altijd gezegd, ga zet de vrouw die ik liefst zie. Eerst moet hij onder druk van zijn vader aan de Gentse universiteit rechten studeren. Het eerste jaar slaagt hij met brio. Maar het tweede jaar gaat al zijn tijd naar sociale contacten. Hij wil zo snel mogelijk een artistieke status verwerven. Als dichter en als schilder. Hij was in die periode, 1954, 1959, ook actief als grafisch kunstenaar. En hij haalde de mosterd ook bij diezelfde figuren, zoals Lucebert bijvoorbeeld. En hij schilderde dan ook in diezelfde lijn. Dus het gold niet alleen zijn schrijfkunst, het gold ook zijn plastisch werk. In 1954 verschijnt zijn eerste bundel Archipel. Trots stuurt hij een exemplaar naar Adriaan de Rover met de volgende opdracht. Adriaan, ondanks alles zeg ik u dit. Waart gij er niet geweest, ik had nooit bestaan. De Rover is het opportunisme van Snoek niet vergeten en schrijft een vernietigende recensie. Snoek zal het ver brengen in de literatuur. Hij heeft talent, hij is gulzig, heeft een kort geheugen en een feilloos instinct voor de plaatsen waar er te roven valt. Mijn naam zit er voor niets tussen. Zie je? En dat is typisch. Hij heeft wel een zekere vorm van opportunisme altijd gehad. Hij was brandend. Hij had een brandend verlangen om er te komen. En daarvoor dus deinsde hij voor niets terug. In 1957 komt Snoek in contact met het Brusselse kunstencentrum Taptoe. In enkele maanden tijd is dit the place to be geworden van de avant-garde. Maar hij wordt moeilijk door de groep aanvaard. Snoek was toen nog niet wat er later van Snoek wel is verteld. Snoek was nog de jonge man die zijn weg zocht, die wilde worden, die nog last had met zijn thuis, die nog last had met allerlei zaken. Ook met de contactnamen met de andere kunstenaars. Hij wilde met hun gaan werken, maar zij aanvaarden hem zomaar niet. Ja, die zoon van die rijke gast, of noem maar op. Dan had je al iets te overwinnen. De schrijfster Chris Iperman heeft weinig fraaie herinneringen aan Snoek bij Taptoe. In ieder geval wist ik dat hij over vrouwen, of alleen meisjes die gedichten schreven, niet veel goeds dacht. Meisjes, dat was voor in bed te pakken. Dat moest niet schrijven. Dat moest zwijgen en een keer lachen en schoon zijn. Dat was Paul. Dus dat is heel macho, hè? Hij was eigenlijk iemand die in zelfverdediging stond. Die hier wilde komen en die moest zoeken. Hoe kom ik daar, hè? Hij probeerde altijd baldadig te doen, te drinken, met anderen mee te doen, maar dat pakte niet. En zo heeft op de dune keer de stoof uitgepist, omdat dat toch een heldendaad was in zijn kop. Er gebeurden ook dingen die niet zo katholiek waren. Hè? Eens als ze een pint op hadden, zijn kunstenaars zeker niet geen engelen. Hè? Naar Hugo Claus keek hij wel op. Maar dat gaf hij denkelijk niet zo toe. Hij zelde zich meer als concurrent van Hugo Claus. Hij wilde zelf in het publiek staan. Maar dat ging wel natuurlijk niet zo eenvoudig. Snoek laat zich niet onbetuigd en gaat frontaal in de aanval. In een spraakmakend interview met Johan Antiris in De Periscoop verklaart hij zonder schroom dat niet Claus, maar hij de grootste dichter van Vlaanderen is. Een gesprek waarin hij eigenlijk zijn hele persoonlijkheid, geloof ik, resumeerde van de onvatbare man die uit een burgerlijk milieu komt en daarnaast dus in het artistieke midden actief is en door de twee argwanend werd bekeken. En dat was een beetje de aanbreng van al dat pamfletair gedoe waarin de jonge generatie dan de oudere zwaar de mantel uitveegde.
Inderdaad, Snoek was zeker in die tijd nog wat in, waar in die brief van Klaus, hè, waar Klaus zegt, we moeten elkaar niet meer zien, we zijn niet meer voorbestemd enzovoort. Maar dat kwam ook omdat Snoek was nog jong, was zeer ambitieus, was af en toe nog een beetje studenticoos ook. En dat Sinterklaas eigenlijk niet. Hè. De lezers van Humo kunnen in 1959 in zijn column Televini, Televidi, Televici volgen hoe hij denkt over het jonge medium televisie. In geestig scheldproza maakt Snoek puin van heilige huisjes en monumenten, zoals Schipper naast Mathilde. Hij kon zeer baldadig rebels uit de hoek komen. En dat was al in zijn studentenjaren zo en dat is eigenlijk nooit veranderd. Maar tegelijkertijd was het een maskerade. Het was een masker voor een zeer kwetsbaar gemoed. Op het einde van de jaren 50 publiceert hij De Heilige Gedichten. Een afrekening met het bourgeois milieu waaruit hij voortkomt en met de periode die achter hem ligt. Snoek wil iets nieuws beginnen. In die periode ontmoet hij op een familiefeestje Mylijn Verreken uit Roeselare. Hij wordt op slag smoorverliefd. Dit is de vrouw van zijn leven. Er is in ieder geval een vervolg geweest. Hè. Een zes man later waren we getrouwd. Dus... Ondanks zijn drang naar erkenning als artiest is hij niet afkerig van een topfunctie in het bedrijf van zijn vader. Als bedrijfsleider, als public relations was dat prima. Technisch kende hij niets van de weverij, maar dat is een beeldigende rol. Op het moment dat ze verkocht. Later richt hij zelf een importmaatschappij voor sjaaltjes op en doet schitterende zaken. In 1963 wordt de tweeling Paul en Jan geboren. Snoek is trots en gelukkig. Een neerslag van zijn geluk is terug te vinden in de bundels Richelieu en Nostradamus. Dit zijn bundels waarin een heel euforische dichterlijke stem aan het woord is. Je kan die bundels natuurlijk wel verbinden met een aantal anekdotische of biografische gegevens. Ik denk bijvoorbeeld aan zijn verloving met en zijn huwelijk ook met Mylijn Verreken op 14 april 1961. Dat zou dan de basis vormen voor Richelieu, letterlijk ook te lezen als Richelieu, rijke plaats. Daarin herken je ook die euforie. Ook in Nostradamus zie je een biografisch gegeven, namelijk de geboorte van zijn tweelingzonen in 1963. En je kan Nostradamus ook lezen als Notre-Dame, een soort van hymne, een soort hooglied voor de vrouw. En dat was een centraal thema in de poëzie van Snoek. Zijn liefde voor Mylène schrijft hij neer in de gedichten voor Maria Magdalena. Van je eerste tot je laatste lichaam, liefste, laat mij al de minnaars zijn. Eerst de jonge danser, zacht en eenzaam, die je speeksel zoekt en drinkt als wijn. Later de gevreesde, die zijn mieren jaagt van hoer naar hoer, tot onze schade. 5 jaar duurt de euforie. Dan komt de kentering. Snoek trekt zich terug uit de textiel, verkoopt zijn huis in Temse en neemt samen met zijn zwager het paalfunderingsbedrijf Atlas over. Dat had een revolutionair procedé ontwikkeld. Het belooft een erg lucratieve onderneming te worden. Paul Snoek mag zich afgevaardigd beheerder noemen en gaat op zoek naar een nieuwe ingenieur. Ik moest een sollicitatiegesprek hebben in Roeselare met twee personen, zeker Paul Lambert en Edmond Schietekat. En toen op een bepaald moment vraagt die grootste van die twee heren, vraagt aan mij, leest gij ook veel? Ik zeg ja. En leest gij ook poëzie? Ik zeg ja, dat was waar ook. Hij zegt, noem mij een keer een paar moderne dichters. En ik citeer zo, ja, Vinkenoog, Hugo Claus, Paul Snoek.
is totaal onwetend dat die meneer Schietekat, dat dichter Paul Snoek was. En dan zegt hij, wie vind je ervan de beste? En ik moet eerlijk zeggen, dat was gewoon van mij een naam eruit flappen om van die vraag vanaf te zijn. Ik zeg, ja, Paul Snoek. En het is een week of twee, drie, vier, ik weet het niet meer, maar toch een heel tijdje nadien, hoor, dat ik er al werkte, dat ik eigenlijk vernomen werd dat dat Paul Snoek was. En wij zijn altijd, ja, direct van in het begin goede vrienden geweest. Al vlug blijkt het bedrijf niet zo'n solide onderneming te zijn. En in het huwelijk met Milijne komen barsten. Het probleem was niet dat wij elkaar niet meer graag zagen. Ik denk dat altijd zo gebleven is. Maar het is gewoon, wij konden met elkaar niet meer leven. Omdat dat was te moeilijk. Dat was zo complex. En ik weet niet, dat was echt te moeilijk. Ik kan maar zo uittrekken. Ik vind het leven zo schoon en gemakkelijk. En daar was het altijd moeilijk. En niet meer schoon. Dus. Dat Paul Funderingsbedrijf is eigenlijk voor Paul Snoek een beetje een ramp geweest. Hij had daar grote verwachtingen in. Dat was iets nieuws. En dat bleek al vlug dat eigenlijk niet zo denderend was of dat voorgesteld was. Het systeem was goed en zo verder. De uitvinding was revolutionair. Is ook doorgebroken nadien. Maar die firma was ondergecapitaliseerd. Die machines stonden niet op punt. Dus dat werd direct al, hoor, onmiddellijk één grote hoop ellende. Maar Snoek is een meester in het camoufleren van zijn angsten en frustraties. Zo weet hij ook Clara Hazaerts te misleiden. Ik heb zelden een vrolijker dichter op bezoek gehad dan Paul Snoek. Hij was dus heel krachtig, heel energiek, maar ook heel spits en heel gevat in zijn antwoorden. En het verwonderde mij dus niets dat hij het met die onkeer goed kon vinden. Er was een grote verwantschap tussen die twee in de speelsheid, in de vindingrijkheid. In de jongste tijden hebt gij een en ander meegemaakt in uw industrieën. Het gaat zeer goed. Hebt gij, behalve de gepubliceerde verzen, in de jongste tijden nog een gedicht of een vers geschreven? Ja. Ik heb de laatste drie jaar dat ik in de... Twee jaar geleden ben ik van de industrie veranderd, u weet dat. Hij zei het van de sjaal overgegaan naar de paal. Van de sjaalman naar de paalman. Ik heb ongeveer 10 gedichten geschreven de laatste twee jaar. Ik dacht dat het voldoende was een nacht te snikken in een lang, dik bed. En eens tot op het hartsbeen door te huilen. Maar nee. Ik ben gewoon te wenen in de eerste persoon en alleen. Ik doe dus maar alsof ik glimlach. Snoek, inmiddels ook vader geworden van een dochter, Sophie, koopt vlakbij de zee in Slijpen een hoeve. Samen met enkele vrienden verbouwt hij die tot een landhuis. Niet alleen buitenstaanders, maar ook vrienden en kennissen merken weinig van Snoeks problemen. Bij hem thuis zijn er geregeld feesten waar de drank rijkelijk vloeit. Men heeft destijds gemeend dat daar erg veel orgieën gebeurd zijn. Ik ben, denk ik, ongeveer op alle feestjes geweest. En ik heb daar nooit een orgie meegemaakt. Althans niet in de vorm waarin ik een orgie zie. Ik kon de aandacht van de mensen onmiddellijk hebben, hè, met wat hij vertelde. Dat was een plezier om in zijn aanwezigheid te zijn. Ik luisterde doodgraag naar hem. Wij zaten te lachen dat we niet meer konden. Dat was één kant van hem die ik heel graag had. Het nieuwe huis en de nieuwe omgeving zijn belangrijk voor Snoek, maar nemen de spanningen niet weg. Eerst wou ik een groot stuk bijbouwen en dan wou ik daar een ander huis kopen en dan wou ik terug naar Antwerpen en dan wou ik... Hij voelde hem niet goed in zijn vel. Hè? Hij had geen rust. Ik kende geen rust. Absoluut geen rust. De problemen in zijn bedrijf en in zijn huwelijk vormen de inspiratie voor de dichtbundel De Zwarte Muze,
die in 1967 verschijnt. Hij schreef een aantal gedichten die zeer sterk bepaald werden door verbittering, door een gevoel van eenzaamheid. Hij voelde zich verlaten, hij voelde zich bedreigd door de buitenwereld. En het was dan ook zeer merkwaardig dat die bitterheid beloond werd met de Staatsprijs voor Poëzie. Ik ken de wreedheid. Ik kan ze vergeten en vergeven. Ik draag ze kwaadschiks als een brandmerk op de huid. Bij Atlas Palen strijkt Snoek nog wel een riant salaris op, maar hij zet zich niet echt meer in. En dan is hij daar beginnen afstand van nemen van die paalfundering, zo'n beetje mentaal. Hij is minder en minder beginnen komen, of op het onverwachte zo. Dan hebben ze een ander afgevaren bestuurder, zijn er andere beheerders in gekomen. En dan heeft hij gedurende een paar jaar is hij er eigenlijk afgestorven, zal ik maar zeggen. Hij legt zich opnieuw hoofdzakelijk toe op het schrijven. En dat vindt zijn neerslag in het boekje met de 9 gedichten voor Maria Magdalena, de bundel Gedrichten en een aantal kortverhalen onder de titel Bultaco 250cc. Maar wat heb je daar allemaal mee gepresteerd eigenlijk? Goh, een verhaal geschreven. Ja. Genoeg redenen voor de BRT om een volledige aflevering van het programma Vergeet niet te lezen te wijden aan Paul Snoek. Het drama bij de ex-figuur in het verhaal Bultaco is dat hij op een gegeven moment beseft dat hij aan het oud worden is. Dus het thema van het ouder worden, de aftakeling. Heel belangrijk in je eigen werk. En toch ben je nog niet oud, Paul. Je bent eigenlijk nog jong. Ja. Hoe komt dat het opeens zo sterk op de voorgrond komt? Ouder worden is, is een aftakeling. En tenslotte schrijven is een vorm van zich verzetten tegen het oud worden. Snoek vertelt dat hij geen nieuwe gedichten voor Maria Magdalena zal schrijven. Het is iets dat af is, zegt hij cryptisch. En die figuur Maria Magdalena? Dat is een cyclus van 9 gedichten. Voor mevrouw Maria Magdalena, Milène Verreken. Ik denk dat ik geen liefdesgedichten meer ga schrijven voor Maria. Misschien andere gedichten, maar het is iets dat af is. In Bultaco 250cc staat het sterk autobiografische kortverhaal De man in de reus. Die figuur van die reus. Maar het is natuurlijk ook Paul Snoek die eigenlijk daar die reuzen draagt. Ik denk dat ik mezelf dat ik een grote verantwoordelijkheid heb. Ik heb heel veel gedichten geschreven. Mijn gedichten verkopen schijnt het in Vlaanderen het best. Men verlangt veel van mij of men denkt dat ik veel dingen moet doen. Grote dingen. Maar dat is een last, een ballast die men draagt. De man in de reus staat ook voor iemand van wie men alleen het uiterlijke vertoon kent, terwijl het diepste wezen verborgen blijft. Via de man in de reus heeft hij dat beeld willen maken van eigenlijk die gevoelige, kwetsbare man die naar buiten, laat ons maar eerlijk zijn, regelmatig arrogant kon overkomen. Misselijk genie. Jij zou ook al beter thuis zitten, meesterwerken schrijven, dan hier tegen je donkere smoelwerk aan te komen laten kijken. Tijdens de eerste nacht van de poëzie is de belangstelling van Snoek voor zijn collega-dichters eerder gering. Je moest godverdomme een zwendel krijgen. Niet waar? Een pelapogees is groot. Hij gaat meer op in een discussie over geld met organisator Guido Lauwaard. Jij bent geen Van Apel, jij bent geen Solvabel. Jij tegen geen schuldbekentenissen, Guido. Je bent een goede kameraad van mij. Met alle plezier, hè. Maar jij tegen schuldbekentenissen. Vooral die mensen hier. Wie garandeert dat je dat gaat betalen? We hebben een garantie van een subsidie van 120.000 frank voor de Nederlanders. Ja, schatken, heb je altijd subsidies, garanties, schat, hé, maar... Ja. Die garanties, dat telt niet, hè. Waar kunnen die mensen mee doen? Kunnen zij, als ik niet krijg, maar ze zeggen tegen u? Ze zullen volgende week die recht krijgen. Met sigaretten, die Hollanders allemaal hier, hè. Mensen, kom hier. Je moet dat niet aanvaarden. Bijna toevallig krijgt de schilderkunst van Snoek een nieuw elan. Met de hulp van Herwig Leus wordt het zelfs een commercieel succes. Rondwandelend in zijn huis in Slijpen, op zolder, zie ik plots zo'n grote map staan.
Ik zeg, wat zit erin? Och, zei, dat zijn dingen van vroeger die ik vroeger gemaakt heb. Ik zeg, ja, mag die eens zien? Hij laat me dat zien. En dat waren dus gouaches, hoofdzakelijk gouaches. Zo uit de jaren 4, 5, 6, 7 tot 58, 58, 59. Heel knappe dingen, echt waar. En daar bleek een zeer grote belangstelling voor te bestaan. Hij had veel fantasie. Hij kon een heleboel fantastische wezens creëren. Zijn gehele schilderen is eigenlijk een weergave geweest van fantastiek. Die dan wel een beetje aansluit bij de Cobra-periode. Zoals Lucebert een dichter en een schilder was. En Hugo Claus in feite ook. Zo wilde Pollet ook zijn. Ik vind dat hij in zijn poëzie zeer duidelijk aansloot. In zijn schilderen zeer duidelijk aansloot bij zijn poëzie. En omgekeerd. Na jaren onderbreking begint Snoek weer verwoed te schilderen. De tentoonstellingen volgen elkaar op. Ik herinner mij nog een tentoonstelling bij Van Wiemers in Schelderode. En die was de dag van de opening was die uitverkocht, hoor. Nee, dat was in die tijd, verkocht hij daar voor 1,4 miljoen. In die tijd. Dus voor een schilder die eigenlijk aan zich geen grote naam had, was dat enorm, hoor. Als hij vlot verkocht, durf hij wel eens een beetje massaproductie doen, dat ik kwalitatief niet zo hoog vond. Ik heb ooit een keer een merkwaardige scène gehad, dat was in Schelderode. En daar zag ik te veel kopieën hangen van hetzelfde. En ik zei hem dat ook en toen werd hij een beetje kwaad en ik werd ook wat kwaad. Zonder dat we ruzie gemaakt hebben, maar goed, ik ben toen met mijn vrouw naar huis gekomen. En ze zouden met de ganse compagnie, met de galeriehouder en wat mensen die daar waren, onder andere Jeff Gerards ook, gaan eten samen. En tot mijn verbazing, we waren nog maar een kwartiertje of een half uurtje thuis, kwam Paul Snoek hier ook binnengevallen. En hij zegt, ja, och, ik heb heel die kliek laten steken, zegt hij, want ze zijn mij aan het vleien, maar trekt op niks en ik weet het zelf. In de euforie van het verkoopsucces besluit hij halftijds te gaan werken voor Atlas. Dat valt niet in goede aarde bij zijn nieuwe bazen. En toen heeft hij gezegd, ik ga part-time werken en ik ga de rest schilderen. En toen hebben ze geprofiteerd van de gelegenheid om hem aan de deur te zetten. En tot mijn verbazing, toen ik hem dat ging vertellen, die pakte hij dat goed op. Ik had me verwacht aan een scène, maar dat was het niet. Hij was precies opgelucht eigenlijk zelfs. Wat al een hele tijd in de lucht hangt, gebeurt. Hij verlaat vrouw en kinderen en gaat op een appartement in Oostende wonen. Hij had het moeilijk met het dagelijks leven. Hij wou eigenlijk alles nog beter en anders en altijd anders. En een keer dat hij het had, moest hij het niet meer hebben enzovoort enzovoort. Snoek voelt zich eenzaam op zijn appartement. Hij mist vooral zijn kinderen. Wat dan zeer eigenaardig was, was het feit dat Paul niet alleen kon zijn. Hij kwam, om zeggen ze, elke dag. En wanneer hij dan bijvoorbeeld een paar dagen niet kwam, dan ging hij kapot van de eenzaamheid. Dat vond ik zeer vreemd. Anderzijds kon hij ook enorm agressief zijn, vooral op een bepaalde periode wanneer we in de Jolie zaten bijvoorbeeld. En dan kwamen twee dames binnen die uit het Casino Cursaal kwamen, die ergens naar een concert geweest waren. Dat kon hij dan zo gewoon zeggen, domme wuffen, iedereen moet niet aan cultuur doen. Dat is voor ons, voor de vent. Ga naar Rus. Zo'n dingen. Op een carnavalsfeest aan de kust stelt Hugo Brutin hem voor aan Martine Larrois. Een knappe blondine waarvan het huwelijk net op de klippen is gelopen. Zij is 9 jaar jonger dan Paul. Ik heb Paul leren kennen, dat was in 1974. Het was carnaval. En Paul was daar met Hugo Brutin en nog enkele vrienden, denk ik. En is bij mij gekomen. En feitelijk was ik al in gesprek met iemand anders. En ik vond dat hij stoorde. En dan heeft hij zijn mouw opgetrokken en daar stond er een M op. Zegt hij, ja, zegt hij, noem Martin. En al de vrouwen met een N trekken mij aan. Dat was meteen de revelatie.
Ik herinner mij langdurige gesprekken waarin hij de lof zong van Martin op alle mogelijke manieren. Met heel wat details omtrent haar lichamelijke en geestelijke kwaliteiten. Dat was een man die gepassioneerd was voor alles. Een man die in alles interesse had. Een viriele man. Maar hij kon zeer lief zijn. Zeer lief, ja. Een zachte man. Zij behoorde tot een wereld die totaal een andere wereld was dan die van Milijn. Tot de iets wat Franstalige bourgeoisie van Oostende. Enerzijds was Paul anti-bourgeois. Hij kwam uit een burgerlijk midden, had zijn anti-bourgeois zijn iets wat gecultiveerd, werd dan weer opgenomen in een midden wat hij zelf zeer burgerlijk vond en hoopte dat zij zijn werk zouden appreciëren en dat hij daar een bron van afzet of inkomsten zou kunnen realiseren. Dat is niet helemaal verlopen zoals hij dacht. In 1977 trouwt hij met Martin. Ze huren een villa in Wassenaren. Snoek raakt steeds dieper in de put door zijn slechtere financiële situatie en de vervreemding van zijn kinderen. Midden in de jaren 70 is de schilderkunst beginnen slabakken. Omdat, in feite had hij geen grote collectioneurs. Wie kocht er werk van Snoek? Dat waren meestal mensen die dol waren op zijn gedichten. Dus dan is hij moeten overschakelen op allerlei andere stijlen. En dan heeft hij, ja, bij wijze van spreken, 12 stijlen en 13 ongelukken gehad. Hè. Frans Verleijen stelde voor aan Paul om eens naar Israël te gaan en daar een reeks over te maken. Paul, zeer enthousiast, moest zijn stuk inleveren bij Toon van Severen. En op een bepaald moment heeft Toon van Severen gezegd: Paul, kijk, het gaat niet. Het is niet wat wij verwacht hadden. Maar ondertussen was daar eigenlijk ook al iets heel vreemds gebeurd. Paul kreeg pijn in zijn rechterarm. Hij heeft enorm, enorm last gehad van de artrose. En hij beweerde dat kwam omdat hij, als hij dus schreef of schilderde, dat hier allemaal aangespannen was en dat hij te veel op één punt keek. Maar hij heeft daar enorm van afgezien. Het gemis en het verdriet en ja, dan de gezondheid gaat er ook aan kapot. Hè. Dan zit je depressief en dan doet het pijn overal. Hè. Hij heeft zichzelf lang als een eeuwig jonge god gezien, maar op het einde niet meer. Hè. Want als je die gedichten leest, zijn laatste 2-3 bundels, die zijn heel deprimerend van toon, hè. En heel zwart. Hè. De waterwereld uit Archipel, het water als het symbool van de creativiteit, van de inventiviteit, heeft hier plaats moeten ruimen voor de onderwereld. En van de waterwereld naar de onderwereld is de weg van de euforie naar de verbittering. Het leven is geen meesterwerk. Ik heb het woord voor woord en levenslang bewezen. En herhaaldelijk in elk gedicht dat ik bij wijze van verzwijgen heb volbracht. Krachtens de nacht. Wij gaan er tegenaan, dames en heren. Vanwege zijn baldadig imago vraagt Wies Andersen hem mee te doen in zijn show voor de BRT. Johan Antiris is ook een van de panelleden. Toen ik hem opnieuw leerde kennen in de Wies Andersen show, was het een man die heel moeilijk zat met allerlei problemen. Voornamelijk in de privésfeer. Het zich losscheuren van vrouwen en van toestanden. Ook qua werk de draai niet vinden. En het met alles en iedereen lastig hebben. En ik denk ook voor een groot deel, of voor het grootste deel, met zichzelf. Amper een jaar later vliegt hij eruit. Volgens Snoek omdat hij in Humo had verklaard alleen mee te doen aan de Wies Andersen show om zijn schilderijen te promoten. Hij gaat meteen op zoek naar een andere bron van inkomsten. Ik heb hem dan voorgesteld om gedichten te schrijven waarbij Chef van Turenhout zou etsen maken. Toen heeft hij de Zangen van Lesbos geschreven. Hij had in die periode eigenlijk veel geld nodig. Enfin, hij had in alle perioden veel geld nodig, maar in die periode had hij
minder geld beschikbaar dan hij nodig had. Dat zijn van de allerlaatste gedichten die hij geschreven heeft. En die zijn absoluut niet deprimerend. Integendeel. Dat is een tonicum. Het zijn opwekkende gedichten in de meest letterlijke betekenis. Dat is vreemd, want in diezelfde periode schreef hij gedichten waarin hij ontzaglijk down was. Paul Snoek evolueert meer en meer tot een mediafiguur. In 1980 vraagt de BRT hem als centrale gast van Wat een leven. Paul Snoek. Een saaie uitzending waarin Paul Snoek krampachtig overkomt. Heb je jezelf al gezien, Paul? Wat moet je? God, ja. Dat ben ik geweest. Dan ben jij hopelijk nog, dat zullen we vanavond zien. Ik zou het nog opnieuw willen zijn, maar die tijd is voorbij. Het programma begint op een pijnlijke manier met de vernissage van Snoeks jongste tentoonstelling. En al deze die niet hier zijn, zij moesten hun hoofd in het zand steken van schaamte. Maar het zijn de echte, belevende bewonderaars die hier aanwezig zijn. En al is het dan niet de kwantiteit, dan is het toch de kwaliteit. Ik vond dat een zeer benepen, onlosse, onnatuurlijke sfeer. Hugo Brutin. Niemand kwam daar eigenlijk op een deftige manier van de grond. Dag Paul. Ik ben erbij en ik ben er niet bij. Er zijn belangrijke zaken en voor jou vanavond is wel heel belangrijk. En ik weet, er zullen veel zaken verteld worden, pittige zaken over jou, die ik misschien nog niet weet, die ik wel zal vernemen dan. En voor mij, ja, weet die skivakantie, ik stel het enorm op prijs. En ik vind het fantastisch van jou dat je me niet gevraagd hebt om erbij te zijn vanavond. Dat ik mocht gaan skiën. Maar ze komt maandag terug, hoor. Maar die reis was al gepland en hij was wel ontgoocheld. Hij was kwaad dat ik er niet was, maar hij was goed dat hij toch een filmpje opgenomen had. Dus hij was niet op de hoogte daarvan. Ik ben normaal altijd in vormen, dat weet je. Je kent mij al een beetje. En vele mensen kennen mij ook. Wel, dit keer overkomt het mij allemaal als een verrassing. Ik heb mij voorbereid op ontroeringen. En ik moet mij daar een klein beetje tegen verzetten zelf. En dat doe ik, dat zie je. Dus ik heb niet die stijl, die vlotheid en die losheid die Snoek eigen is. Maar dat komt wel later op het programma. Die vlotheid hangt meestal af van de roes die de drank hem verschaft. Hij was ondergeven aan de drank. Vooral aan whisky kon hij agressief worden. Maar ik denk dat als hij slecht gehumeurd was, dat was altijd door zijn werk, door zijn niet werk vinden. Als hij zich laat overhalen om in Saoedi-Arabië Belgische meubelen te gaan verkopen, lijkt de tijd te keren. Dat was toen in de mode. Iedereen ging naar Saoedi-Arabië. Okay, daar lag het grote mannen, het fortuin lag daar voor het rapen. En dat lag daar inderdaad voor het rapen. Maar dat was een probleem. Die mensen kochten voor tientallen miljoenen. Maar als hij dan terug in België was, moesten die mensen de letters of credits openen. En van die bestelling bleef er misschien 10% of 15% over. Hij werkte niet in dienst van een firma. Hij werkte eigenlijk voor zichzelf. En als hij niet verkocht, kwam er niks in het laadje. Hè? De laatste keer moet hij dan toch wel vrij goed verkocht hebben, want hij heeft voor Martin een auto gekocht. Enkele weken later rijdt Paul Snoek zich met die nieuwe auto, een Alfetta 2000, te pletter tegen een kraanwagen in Eegem. Wordt onder grote belangstelling begraven. Sommige journalisten stellen zijn ongeval voor als een wanhoopsdaad, hoewel er geen enkele aanwijzing is dat het om zelfmoord gaat. Het past wel goed bij de mythe en het imago dat Snoek grotendeels zelf heeft opgebouwd. Het hoogste ideaal leek hem te zijn in een blauwe sportwagen tegen een boom te pletterrijden of zo. Dus dit beeld. Ik heb dat altijd onthouden. Ik denk dat was met hij gedronken had. Nochtans, hij reed niet vlug, maar er was daar een tractor, een aanhangwagen die niet verlicht was. Op een klein baantje, het regende s'avonds om 7:30 uur. Slechte visibiliteit,
zoveel factoren die samenliepen. Het ging niet goed meer met de liefde, het ging niet goed met het geld, het ging niet goed met zijn fysiek. Oké, dat waren drie levensbelangrijke dingen, hoor. Hè? Geld, lichaam, liefde. En als die wegvallen, ja, wat schiet er dan nog over? Pas jaren later komt aan het licht wat alleen enkele intimi wisten. Ook het huwelijk met Martien was op de klippen gelopen. Ik heb Paul Snoek nog inderdaad als een van de laatste eigenlijk nog gezien, vlak voor zijn dood. En natuurlijk, met hetgeen nadien gebeurd is, onthoud je dat bijna woordelijk wat er gezegd is. En dus hij komt hier en hij begint uitgebreid te praten, dat hij weer boordevol plannen zit. En apropos kan scheiden van Martien. Verder heeft er niet over gepraat, maar ik had het gezien, want Martien was erbij en die was met mijn vrouw in de keuken gaan praten. En ik zag dat Martien geschreid had ook, dus ik voelde wel dat er grote spanning hing. Toen hij van die echtscheiding praatte, heb ik gezegd, maar Paul, je kunt toch in je leven niet altijd maar alles opnieuw herbeginnen. Oh ja, je hebt misschien wel gelijk, maar zo met de grote smile. En toen hij buiten ging, zei hij, gaf mij zo'n warm hand. En hij zegt, ik moet nog een keer een grote stunt doen. Paul, bij alles wat je doet, willen wij je nog graag heel veel succes wensen. Dit krijg je van ons als aandenken. Goh, Truus, wat een leven. Wat een leven. Ik weet het, mensen, die ik heb bemind. Het was een straf mij lief te hebben. Mijn vrouwen heb ik zelf ontvreemd. Mijn kinderen werden verre mensen en mijn vrienden gingen spoorloos dood. En toch, geloof mij, want ik heb het leven lief. Na Snoek, de man in de reus, vertellen we volgende week de historie van Serge Reding, de reus in de man. Hij was de beste Belgische gewichtheffer aller tijden. Hij verbaasde de wereld toen hij in 1968 op de Olympische Spelen in Mexico City bij de zwaargewichten een zilveren medaille behaalde. Ça a été un champion très sympathique parce que c'était l'homme le plus fort de Belgique, pratiquement l'homme le plus fort du monde à l'époque déjà. Et en même temps un type tellement gentil, tellement doux, tellement timide. Een hoge aaibaarheidsfactor en reuzenkracht. Die combinatie fascineerde het publiek. Maar achter alle minzaamheid gingen veel drama's schuil. Na een trieste jeugd waren er verkeerde vrienden, mislukte liefdes, financiële putten en dopingschandalen. En als Reding in 1975 in Manila overlijdt, lopen meteen geruchten dat hij vermoord is. Wij hebben het over zijn woelige leven en zijn mysterieuze dood in het tweede deel van Macho Verdriet. Voor de historie van Serge Reding zie ik u heel graag donderdag terug.